Gaat gang. Ja, dank u voorzitter. We hebben aardig wat moties. Dat komt, de minister zal het wellicht begrijpen, omdat we ook veel vragen hadden. Dus die hebben we gedeeltelijk omgewerkt in moties. Ik lees ze voor. De eerste motie dat heeft betrekking tot dat plan voor de herintroductie van de gulden. Wij denken dat gezien de opgeblazen ECB-balans dat het heel belangrijk is dat de Kamer hier kennis van neemt. En dat plan bestaat. Dat heeft minister Dijsselbloem in 2014 ook gezegd. Dus vandaar deze motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat er zowel uit de antwoorden van de minister van Financiën die tijdens zijn inbreng bij de algemene financiële beschouwingen als uit de uitspraken van zijn voorganger Dijsselbloem van 2014 blijkt dat er toch een plan is voor herintroductie van de gulden. Overwegend dat het van belang is om dit plan met de Kamer te delen, verzoekt de regering om dit plan zo snel mogelijk met de Kamer te delen en gaat over tot de orde van de dag. De volgende motie, ja, wij zouden graag van de regering, het hoeft echt niet heel precies, maar in ieder geval indicatie toch willen krijgen van de kosten van de lockdowns. En ik snap dat je uit het rapport allerlei dingen kan vissen, maar ja, die indicatie vinden wij wel heel wenselijk. Dus vandaar deze motie. De Kamer gehoord de beraadslaging en constateren dat de lockdowns een enorme financiële impact op onze economie en op de portemonnees van de Nederlanders hebben gehad. Overwegend dat het belangrijk is om de financiële gevolgen van deze lockdown in kaart te brengen, verzoekt de regering om uit te zoeken wat de lockdowns de Nederlandse economie en de Nederlander als individu hebben gekost en gaat over tot de orde van de dag. Ja, en dan onze inflatiemotie, het inflatiecijfer. Dus we waarderen dat de minister het CBS gaat vragen om daar naar te kijken. Maar wij zouden het toch ook heel goed vinden als de Kamer een instructie geeft dat dat moet worden meegenomen. Die huisprijzen in het inflatiecijfer. Dus vandaar deze motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat momenteel de huisprijzen niet worden meegenomen in inflatiecijfers. Overwegend dat de huisprijzen van groot belang zijn mee te werken als men over inflatie spreekt. Aangezien de Nederlandse huizen een groot aandeel hebben in de economie. En de uitgaven natuurlijk van mensen. Overwegend dat de Nederlandse huizenprijzen enorm zijn gestegen de afgelopen jaren, verzoekt de regering om het CBS de huizenprijs te laten meenemen. En ook met terugwerkende kracht in het berekenen van inflatiecijfers echt over tot de orde van de dag. Dan de Kamer gehoord de beraadslaging constateert dat contant geld nog steeds door veel mensen als een dagelijks betaalmiddel wordt gezien en gebruikt. Constateert dat veel sectoren baat hebben bij het kunnen gebruiken van contant geld. Overwegen dat er mede door de coronacrisis drukkers komen te staan op het gebruik hiervan. Overwegen dat er in andere landen al geluiden klinken die voor de afschaffing constant geld gebleiden. Verzoekt de regering om te garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft en gaat over tot de orde van de dag. De vijfde, de Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat China als eerste land in de wereld een sociaal kredietsysteem heeft ingevoerd. Constateren dat een dergelijk systeem een grove inbreuk maakt op privacy, lichamelijke integriteit en vrijheid. Overwegen dat er door de coronacrisis steeds verder gaande inbreuken op bovengenoemde punten plaatsvinden. Verzoekt de regering om uit te sluiten dat er ooit een sociaal kredietsysteem of soortgelijk systeem in Nederland wordt ingevoerd en gaat over tot de orde van de dag. Zesde motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat er binnen het World Economic Forum, de VN en andere supranationale organisaties stemmen opgaan die pleiten voor de invoering van een zogeheten Central Bank Digital Currency. Overwegen dat een dergelijke digitale valuta de macht over het financiële systeem nog verder buiten Nederlands handen plaatst. Verzoekt de regering om de invoering van zo'n currency of soortgelijke valuta in Nederland uit te sluiten. Echt over tot de orde van de dag. En dan de laatste motie. Een kwartje van Kok motie. Gehoord de beraadslaging constateren dat benzineprijzen momenteel boven de €2 zijn gestegen. Overwegen dat veel Nederlanders afhankelijk zijn van de auto voor hun werk. Overwegen dat de lastenverlichting in financieel lastige tijd welkom is. Verzoekt de regering om het kwartje van Kok zo snel mogelijk af te schaffen. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dat is een interruptie van de heer Alkaya van de SP. Voorzitter, om die motie over de digitale euro goed te begrijpen. Die ontwikkelingen zijn gaande. Ik maak me daar ook zorgen over dat die niet genoeg getoetst worden, democratisch getoetst worden. Dat ongekozen technocraten zulke ingrijpende beslissingen aan het nemen zijn. Mijn vraag aan de heer Van Houwelingen is hij nou tegen het karakter dat het op Europese schaal gebeurt? Of is hij ook tegen een digitale gulden? Want er zijn ook landen, die gewoon, zoals Zweden, die heeft zelf een digitale munt ingevoerd. De e-krona. Zijn jullie daar ook tegen? Of gaat het om het Europese karakter? Nou, de heer Van Houwelingen. Ja, dank voor de vraag. Dat goede vraag. Het voornaamste bezwaar zit bij ons vanzelfsprekend bij het Europese karakter. Dat maakt het al eigenlijk voor ons nat dan. Maar ook in Nederland zouden we daar zeker niet voor willen pleiten, om de reden die ik net heb genoemd. Maar inderdaad, daar zit vooral de angel natuurlijk. Maar, ook in Nederland zouden we het niet willen hebben, uiteraard. De heer Alkaya tot slot. Oké, dus het is dan kiezen tussen contant geld, waar de Kamer al meerdere keren zich over heeft uitgesproken. Dat blijft gewoon in stand. Dus die motie die wordt weer met algemene stem aangenomen, denk ik. Ja. En commercieel digitaal geld. Want we hebben al digitaal geld, alleen het is van de commerciële banken. Dus dat is dan de keuze die Forum voor Democratie ons voorschotelt. De heer Van Houwelingen. Ja, nee, we hebben dus, dat zou betekenen zoals het nu is. We hebben inderdaad nu ook digitaal geld, maar digital currency is natuurlijk iets anders. Dat, is met, dat zou kunnen betekenen dat je helemaal uitgefaseerd raakt. Dat je totaal geen controle meer hebt over je geld. Dat alles digitaal is, dus ook geen contant geld meer. En daar zijn we fundamenteel tegen. De heer Nijboer, PvdA. Ja, voorzitter, ik heb een vraag over, ik meen de vierde motie. Dat wij ons bemoeien met hoe we de inflatie vaststellen. Er is veel voor te zeggen, hoor. Ook wetenschappelijk vind ik ook. Om de huizenprijzen erin mee te nemen. Maar dat is toch echt de taak van het CBS om dat te doen. We gaan toch niet als politieke partijen... Dat is toch heel gevaarlijk. Als wij gaan definiëren hoe je inflatie moet meten. Dat moet je toch echt... Dat moeten wij hier toch niet gaan doen met z'n allen? Dat gaat toch helemaal mis? De heer Van Houwelingen. Dank ook voor deze vraag. Ik snap uw punt, maar dit lijkt ons bij uitstek ook een politieke kwestie. Want dat zou ik de heer Nijboer willen vragen. Is hij het niet met me eens? Dat als de, gewoon dit, ik hoop dat we het hier misschien wel over eens kunnen worden. Dat als je de huisprijzen, de belangrijkste kostenpost van veel Nederlanders, als dat niet in het inflatiecijfer zit, dat kan toch nooit een goede zaak zijn? Ja, voorzitter, ik ben er als econoom, voel ik daar veel voor. Ik zie ook dat, eerlijk gezegd, het gaat ook gebeuren. Hè, want de Nederlandse Bank is daarmee bezig en ze zijn daar. Dus ik denk ook dat het gaat gebeuren. Ik vind het alleen gevaarlijk als wij gaan zeggen... nou, doe de accijns op diesel er maar niet in... en de huizenprijs maar wel en de huren weer op een andere manier. Dus ik vind het heel logisch om dit soort vragen te stellen... als wij een gesprek hebben met de Nederlandse Bank of met het CPB. Of, dat gebeurt vaak. Maar om bij motie te bepalen, zo wordt het inflatiecijfer... vastgesteld, dat lijkt me echt... Ja, dan gaan gewoon politici statistieken beïnvloeden. Dat lijkt me heel slecht. Daarom vind ik dat zo'n slecht idee. Terwijl het inhoudelijke idee, daar voel ik veel voor mee. Maar daarom gaat de PvdA zo'n motie niet steunen. Ik vind niet dat politici inflatiecijfers moeten gaan vaststellen. Ja, maar voor ons, heer Van Houwelingen. Ik snap uw punt, maar voor ons is het ondenkbaar dat het er niet in zit. Vandaar dus dat we met deze motie komen. Maar ik begrijp ook uw punt. Dus, ja. Ik kijk even... De heer Askans stond al wat langer, maar... Ja... Oh, meneer Omtzigt, u mag als eerst. De heer Omtzigt, ja. Voorzitter, ik dacht, ik maak gewoon een opmerking dat er één instituut is dat al 15 jaar probeert om de huizenprijzen in inflatiecijfers te krijgen. En dat is de Europese Centrale Bank. En tot nu toe hebben de landen zelf daar niet zo al te veel gehoor aan gegeven. Dus op zich is dit een heel zinnige suggestie die eigenlijk al 10 jaar rondzwerft. Maar ik denk dat de spreker een beetje moeite heeft met die 3 woorden uit te spreken. Dus ik dacht, ik doe het maar even. Dank u wel. De heer Van Houwelingen. Ja, dat is niet echt een vraag, maar dank voor de opmerking. Ja, de heer Asserkan Denk. Ja, toch even over de motie van het teruggeven van het kwartje van Kok. Ja. Bedoelt u dan dat ze... Want een omgerekend 2,2037 nog wat. Dus eigenlijk zegt Forum, het kwartje moet teruggeven, dat is ongeveer 11 cent. Zegt dat dan goed? Ja, de heer Van Houwelingen. Een eurocent, daar heeft het nu over. Of het kwartje, het was natuurlijk gulden, of in de gulden uitgedrukt. Is dat wat u bedoelt? De heer Askan. Ja, kijk, als we gaan wachten tot we de gulden terug hebben, zoals u graag wilt, en het dan gaan afschaffen, dan wordt het een gebed zonder eind, denk ik. Dus ik zit heel even te kijken wat u nu precies bedoelt. Ja, de heer Van Houwelingen. Ja, nee, dat zou dan nu een eurocent, zou het dan niet 11 eurocent of zo worden. Ja, nee, dat heeft u heel scherp gezien. Ja. Dank u wel, meneer Van Houwelingen.